Weet je wat het gewoon is, Kat? Jij houdt gewoon heel erg van seks. En terecht, weet je. Iedereen houdt van seks. Jij misschien ietsje meer dan de gemiddelde Nederlander. Maar uiteindelijk, weet je, is dat toch onze enige echte drijfveer in dit hele miserabele leven? Weet je, onze voortplantingsdrang. Dus als jij je wilt laten uitwonen in elk anatomisch mogelijke holte om vorm te geven aan. Die kernactiviteit van ons bestaan, weet je. Dan is dat gewoon jouw keuze. En dat is een legitieme keuze. Mits dat met respect gebeurt, uiteraard. Ik vind het serieus dat elk beginnend pornoactrice... kan gewoon nog een puntje zuigen aan jouw bereidheid... om nieuwe landen te ontdekken in de wereld die seksualiteit heet. Hm? Ja, ik vind het echt serieus. De, de, het is gewoon bewonderenswaardig... de manier waarop jij keer op keer weet je de de grenzen van het fysiek haalbare onderzoekt als het ware. Dat is gewoon pure wetenschap, dat is empirisch onderzoek. Maar toen jij laatst dus mij vertelde over ja, toch je iets wat getrobleerde relatie met je vader, toen dacht ik dus wel in één keer van ho even. Het moet niet zo zijn dat je He, door die daddy issues, dat je eigenwaarde dusdanig laag is en dat je daardoor zo seksueel iets te overenthousiast bent. Misschien snap je? Ja, yeah, wow. Dat gaat echt fucking diep. Weet je, niet voor niks die acht jaar psychologie uh, achter de rug. En ik dacht ook wel meteen hoor, wat is dit voor pretentieus gewaal, weet je wel? Slaat het nou op? Het stoort me ook onwijs als ze jou dan een, een slet noemen. En niet eens zozeer vanwege de dubbele moraal, weet je wel, die fucking dubbele moraal. Maar puur dat ze dan doen alsof jij je laat naaien door het bestuur. Dan denk ik, ja, wie laat zich nou naaien door die gasten, weet je wel? De mensen die later afhankelijk van ze zijn als, als ze zijn afgestudeerd, weet je. Je moet er toch niet aan denken dat. Uh, dat je naar de huisarts moet en dat Olivier ineens je huisarts blijkt te zijn. Zo, dan ben je echt genaaid, man. Of dat, dat uh, hoe heet die, Lodewijk, je notaris is. Nou, dan, op, zeker word je dan echt keihard genaaid. En wat jij doet, jij laat je niet naaien. Nee, jij, jij haalt gewoon het maximale uit zo'n quasi-elitaire lul, weet je wel. En dan zeg ik niet slet, nee, dan zeg ik petje af, zeg ik respect, weet je. You go, girl. Ja, toch. Maar ik... het enige wat ik wil zeggen, wat mijn punt is, is dat je misschien je volgende keer, dat je dan eventjes een fractie van een seconde je afvraagt: Ben ik nou serieus zo geil dat ik op deze willekeurige dinsdagavond de levensappen van vier gasten wil consumeren? Of ben ik eigenlijk op zoek naar bevestiging van mijn vader? Weet je dat? Dat is eigenlijk het enige. Ja, weet ik veel. Ik lul ook maar wat. Ik lul ook maar wat. Laat maar. Whatever. <laughs>